bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdagavond. Ik heb net vlog 3 online gezet en verder heb ik heel de dag gewerkt. Ik ga nu even nieuwe nagellak opdoen, want ik heb nu van het lelijke zwarte nog op zitten. Dus ik moet even een leuk gezellig kleurtje erop gaan doen. Dus ik ga denk ik voor roze. Ik ga even kijken wat ik allemaal heb. Ik heb hier als het goed is hieronder een hele bak. Ja, ik heb even mijn Lumicase erbij. Want dan zie ik het beter. Oh, het zit helemaal ingepakt. Dit zijn eigenlijk alle kleuren die ik heb op dit moment. Volgens mij zijn het er iets van 28. En ik heb ze dan op zo'n ring zitten nog. Dus dan ga ik even kijken wat ik leuk vind. Ik denk dat ik deze wel leuk vind. Wat is dit? Mambo Beat. Ik ga denk ik voor roze, dat vind ik wel weer een keer gezellig. Dat ga ik doen, ja. Ik heb mijn nagels gedaan, het zijn roze. Maar ik heb in de zomervakantie hadden acrylnagels gedaan. En elke keer zeg ik als ik het heb gedaan, ik doe het nooit meer. Want mijn nagels gaan er zo kapot van. En dan doe ik het toch weer. En nu heb ik dus echt super lelijke nagels. Dus ik heb nu allemaal van die wobbels erin. Dus ik dacht, ik gooi even gel ook overheen. Dan worden ze in ieder geval wat steviger en weken ze niet af. En dan laat ik het gewoon uitgroeien verder. Dus ja, dat is het de struggle van het moment. Ik ga nu naar beneden. Ik ga nog even tv kijken met mijn ouders. En dan ga ik daarna slapen. Want ik moet morgen weer werken. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik ga zo naar mijn werk toe. En ik heb een geel rokje aan van Zara. Ik weet niet, hij is al wat ouder, dus ik weet niet of ik hem nog kan krijgen. En mijn nieuwe zwarte broesje van H&M. Ik ga werken en ik zie jullie weer als ik thuis kom. Dus tot zo. Ik ben weer terug van het werk. We hebben zulke leuke dingen binnengekregen. Dat ik letterlijk, we hebben zo'n kast achter en dan mag je 2 dagen iets reserveren. Zo'n pluk met die kleding heb hangen. Dus dan ga ik dinsdag ga ik nog even terug naar de stad om alles te passen en kijken wat ik wil. Dat is echt de struggle van in een kledingwinkel werken. Ik zie alles wat binnenkomt en je kan het meteen pakken. En dat is nogal veel wat ik wil. En wat ik pak ook voornamelijk. We gaan nu eten. Mijn vader heeft lekker sperrif gemaakt. Die hebben volgens mij 6 uur of 7 uur op de Green Egg gelegen. Dus dat is super lekker, want ze is echt zo mega gaar. I like that. Dus ik ga even kijken hoe ver ze zijn. Want nu gaan we zo eten. Ja, dus dat. Sperrips waren echt zo lekker. Ik heb echt super lekker gegeten. Dus als je een Green Egg hebt, zeker een aanrader om gewoon zelf sperrips te kopen en dan zelf te kruiden. En dan 6 uur te laten garen. Ik word geroepen. Be right back. Zag je? Lekker familie Kruis aan het kijken. Je krijgt nu zelf een klein meisje. Dat is toch ook heel fijn? Elise speelt zo goed. Echt bizar. Een afspraak? Ga weg. Jij wil het niet begrijpen, hè? Deze mood swings, my life. Lekker vroeg naar de tandarts. Het is nu. Dus, dat is mijn ochtend. Want dan is alles was goed. Echt een leuke. Ik heb me nu omgekleed. Ik heb een zilverjasje aan van Zara. Shirt van Essential Antwerp. Een broek van Stradivarius. En ik ga lekker naar Amsterdam met mijn oma's. Dus dan zie ik jullie zo weer in Amsterdam.
Oké, ik ben Zara, alweer. En ik heb zoveel dingen. Ik heb gewoon dit. En deze. Dus, ik ga even passen. We hebben heel de dag gewinkeld. Goed geslaagd. Ik kan gewoon praten, maakt niet uit. Goed geslaagd en nu zitten we wat te drinken. Bij de week hoor. Stop. Ik ben inmiddels weer thuis van de dag in Amsterdam. Het was super leuk. Ik heb echt leuke dingen gekocht. Die laat ik morgenochtend even zien. Want het is nu een beetje te donker en dan zie je de printjes niet goed en de kleuren. Maar het was super gezellig. Ik vind het altijd echt leuk om met mijn oma's op pad te gaan. Het is altijd zo gezellig. Lekker eten, gezellig winkelen en ja, ik vind het leuk dat je nu nog kan. Doe ik het gewoon heel veel. Ik ga morgen mijn Q&A opnemen. Ik heb nog niet heel veel vragen. Dus ik ga even op internet nog wat vragen extra opzoeken. Ja, ik heb gewoon niet zoveel Instagram volgers ook. Dus mijn zusje heeft nog aan wat vriendinnen gevraagd of die nog wat vragen hadden. Dus die hebben dat gedaan. Oh ja, wat ik nog wilde vertellen. In de Bijenkorf. Ik was in de Bijenkorf. En ik wilde het echt graag filmen. Maar ik moest mijn shirt uit en ik zat zeg maar. Ik had geen elastiekje bij. Dus ik had mijn haar zat zo naar voren gedaan. In een haarband. Dus het was gewoon echt niet te doen. Maar in de Bijenkorf heb je dus de soap treatment. De treatment soap bar. Ik heb geen idee. Volgens mij de soap treatment. En daar kan je dus een massage doen. Dus als je dan gewoon lekker aan het shoppen bent bij de Bijenkorf. Kan je gewoon naar boven gaan. Dan kan je je nagels laten lakken. Je wenkbrauwen laten doen. Een massage. En ik had dan zo'n 15 minuten tension release van mijn schouders. En het was zo lekker. Helemaal ontspannen. Dus het was echt lekker naar zo'n dag winkelen. En ja. Dat was het. Ik ga nu slapen. En dan morgen Q&A opnemen. En nog even naar de H&M. Want ik wil nog. Ik had wat dingen apart gehangen. Dus dat moet ik even gaan passen en kopen. Wat ik neem dan. Misschien dat ik wel. Ik weet niet of ik genoeg geshopt heb. Want ik dacht, anders kan ik misschien een shoplog maken. En ik ga nog even vragen opzoeken. Dus dat ga ik nu doen. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik heb me inmiddels opgemaakt, haar gesteld. En ik ga zo Q&A opnemen. Maar ik dacht, ik laat eerst nog even zien wat ik gisteren nog gekocht heb. Kijk, ik heb het op bed gelegd. Het zijn veel printen. Zo, get ready. Oké, het is deze broek. Hij is wat, zeg maar, hij heeft zo'n wijde pijp. En ik vond hem heel leuk om dan met een kooltrui, want ik weet dat we bij de H&M een beetje deze twee kleurtjes kooltrui hebben. Een kooltrui en dan een zwarte blazer eroverheen. Dan ben ik met deze, ben ik 100% geïnfluenced door Jamie Lee. Die had deze aan met een zwart shirt en een, wat was er overheen? Oh ja, een oversized denim jacket. En ik dacht, ja, dit is geweldig. Dus ik heb deze gekocht. En het is een beetje, ja, het is gewoon een legging eigenlijk. En dan heb ik deze velvet, beetje trainingsbroekachtig. Hij lijkt op beeld een beetje blauw, tenminste van wat ik zie als ik zo film. Maar hij is zwart. Zwart-grijsachtig. En ik dacht, het is wel tof met gewoon een leuk t-shirt. Dan heb ik gewoon een, ja, gewoon een zwart simpel shirtje gekocht. En deze waar ik heel blij mee ben. Een lege groene Adidas trainingsbroek. Dus die doe ik meteen aan met mijn nieuwe zwart shirt. En dan doe ik dit jasje aan met een cool oog aan de achterkant van MSGM. Dus voor mijn comfy outfit. Ik wil dat in mijn oude kamer laten zien in de spiegel, maar die spiegel is niet echt chill. Dus ik heb hem naar mijn zusje kamer gegaan voor de spiegel. Kijk, het is gewoon. Ik heb een witte Ultra Boost aangedaan. Adidas broekie. Deze supercoole jas erop. Dus dat is eigenlijk de outfit van today. Ik ga kijken. Ja? Ga mee. Graag? Graag. Nou, dan ga ik even snel mijn was ophangen dan. Ik ga mijn lunchen met mijn moeder. Ik heb net mijn Q&A opgenomen. Het is wel. Het gebeurt echt snel. Want ik zat al meteen aan de 9 minuten of zo. Of 8 minuten. Dus ja, praat je toch makkelijk vol. Gaat makkelijker dan ik dacht. Ik vond het wel leuk om te doen. Dus ik ga dat vaker doen, denk ik. Ik heb net nog geluncht met mijn moeder en mijn vriendin. En ik ga nu naar de H&M. Want ik moet de kleding gaan passen die ik apart heb gehangen.
En kopen. Als ik iets wil kopen. Waarschijnlijk mezelf kennende wel. Dus dat ga ik doen. Dus tot zo. Ik ben weer terug van de stad. Ik ben nog met mijn moeder gegaan. En ik heb best wel veel gekocht. Zilver, dus ik zit eraan te denken om een shoplog te maken. Dus. En dan met hoe ik het zou stylen. Dat lijkt me leuk. Dus dat ga ik denk ik volgende week maken. Of die week daarna. Even kijken hoe ik zit met tijd. Kijk. Flinke stapel. Dus ik denk dat ik dat volgende week of die week daarna ga doen. Chill. Aan de Q&A heb ik helemaal bijna niks te editen. Want het is natuurlijk gewoon één lange video. Dus ik heb alleen één stukje tussenuit geknipt. Want ik moest... Dus ik moest even die clinic spullen halen. Maar het was beneden. Dus dat stukje heb ik even eruit gegeven. Ja, het is niet echt interessant om naar een lege kamer te kijken. En verder was er een intro erin. En outro erin. En dan... Done. Dus even aan het uploaden. En dan komt die plaat online. Ik ga douchen. En dan ga ik daarna beneden nog een film kijken. Of even tv kijken. En verder ga ik niet meer filmen vanavond. Dus ik zie jullie morgen pas weer. Oké, het is woensdag. En ik ben bij de allerliefste katjes ooit. Ja! Kijk nou. Hoe lief. En ze zijn zo erg gegroeid. En die andere twee slapen. Ja. Kijk hoe schattig. En het zijn de andere twee, maar die ligt te tukken. En jij bent lekker wakker. Ja. Dit wil je toch, jongens? Eentje wil je toch. Ik heb net even Shirley's huis verlaten om boodschappen te halen. Want we wilden wijn, maar er was geen wijn. Dus ik dacht, dan loop ik even snel. Dus ik heb wijn gehaald. Tas vol. Ook nog boodschap voor mijn zusje van morgen. Want die heeft stage. Dus ik dacht, neem ik even sla mee voor haar. Heeft ze tenminste wat eten. En ja, ik ben nu op weg terug naar Shirley. En dan gaan we die wijn maar opdrinken, denk ik. En sorry dat ik niet zo veel gefilmd heb bij Shirley. Maar ja, we hebben gewoon gechilled op de bank. En dat is het. Dus ja, dat is dan niet zo interessant om te filmen. Dit is je girl, Tijger Annie, op de vrijdagavond. Ik ga dadelijk naar post, want het is Tank Post It's Friday. En ik ga daar met Willemijn een wijntje drinken. En ja, dat is eigenlijk mijn leven. Ik zit nu de vlog te editen. En hij is maar 13 minuten. En ik heb alleen nog dit stukje om er aan te plakken. En dan wat ik eventueel vanavond film. Wat niet veel gaat zijn. Want ja, ik ga niet continu alles te filmen natuurlijk. En op dat zeg maar comfort level ben ik ook nog niet. Dat ik overal zo mijn camera uittrek van nee, ik vlog. Komt wel, hoop ik. Maar ja. Dus ik maak het volgende week goed, denk ik, met een extra video. Als jullie dat leuk vinden. Dan ga ik dat maar doen. En ja. Ik ga nu even verder editen. En dan ga ik naar post. Dus. Ik zag de video te editen. En zag dat ik heel de vlog niet meer heb afgesloten. Dus hierbij. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende week weer.